Levi, onlangs werd jouw goede vriend binnen de Romeo's, Gunter Levi, ontslaan bij familie. Ja, hoe heb jij daar zo wat als eerst op kunnen reageren naar hem toe? Oh, hij heeft me natuurlijk al als eerste verteld. We rijden samen vaak in de auto naar een optreden. Ik was zelf ook geschrokken. En hij ook, denk ik. Gunter ook, omdat hem dat met hart en ziel al die jaren heeft gedaan. En nog steeds deed. En het waarschijnlijk ook niet verwacht heeft. Ik vond dat raar. Ik vond dat raar na zoveel jaren. Maar ja, kijk. Verder kan ik daar niet zoveel over zeggen. Je hebt hem nou wel erin een beetje erdoor getrokken of gesteund daarin? Wij hebben hem zeker, Chris en ik hebben hem daar zeker in gesteund. Omdat wij ook destijds zelf al de beslissing hebben genomen om daaruit te stappen. Of ik weet al niet meer hoe dat juist gegaan is. Maar ik heb het ook altijd heel graag gedaan, trouwens. Familie en Wittekerken, vroeger. Maar mijn hart lag meer bij muziek en bij liedjes zingen en liedjes schrijven. En ik heb daar op een gegeven moment bewust voor gekozen. Ik heb ook tegen hem gezegd, Gunter, er zijn heel veel mogelijkheden. Het leven stopt niet bij familie of zo. Dus, als er ergens een deur sluit, gaat er ook wel weer een deur open. Dus, ja. En dat beseft hij zelf ook wel. Ik kan me wel best voorstellen dat even hard binnenkomt of zo. Dat wel, dat denk ik wel.